Fijn dat ik jullie weer zie. Wat leuk, man. Zijn er weer. Want als jullie er zijn, dan is het weer tijd voor Dickie Woodstock. Hé, hey, super. Klasse. Hoor, man. Nou, en jullie zijn er al klaar voor of niet? Ja, wij wel. Wel, helemaal. Ja. Zo ja. Zin aan het programma. Ja, ik moet zeggen, we hebben weer een donders mooi programma. Echt, jongen. Dat is, dat klinkt weer als een klokken. En ja, ik weet niet wat is. Iedereen die krijgt weer de Woodstock kriebels en zo van, oh god, de tenten staan weer en ja, we gaan er weer te gaan. Mooi, man, echt. Hoe gaat het met de opbouw? Nou ja, maar goed, gisteren was het gelukkig droog met de tentenbouw en nu is het wat nat. En alle materialen nu op de platte plek gezet. En ja, dat komt allemaal goed, joh, we lopen eigenlijk vooruit. Ook dankzij de nieuwe vrijwilligers, ja, super, echt. Nieuw en oud gaat dus goed samen? Nee, dat gaat hartstikke mooi, joh. Echt. Jongens, het is gewoon een feestje voor jong en oud en ja, het is gewoon een feestje met allemaal emotie. Hè? Voor alle mensen die vrijwilligers, maar ook voor alle muzikanten op het podium. Maar ook natuurlijk voor alle mensen thuis die gewoon zin hebben aan het mooiste weekend van het jaar eigenlijk. Hè? Het feest van het jaar. Dickie Woodstock, oh yeah. Yeah. Yeah, we hebben er zin in. Wij ook. Zo. Hardwerkende Woodstock vrijwilligster. Ja. Hoe gaat het? Goed. Ja? Alles onder controle? Bijna klaar. Bijna klaar? Ja. Dus we kunnen vanavond al los? Ja, zeker weten. Als we willen, kunnen we vanavond los. Nou, is dat niet even mooi? Ja, of niet dan? Maar zullen we toch maar tot morgenavond wachten? Doen we of dat trek maar. Jij 4 dagen wel? Nee, doen we gewoon 3, hoor. Ja. Zo, we hebben hier het creatieve team volgens mij. Goed bezig. Hoe gaat Wat zijn jullie aan het doen? Gaat goed. We zijn borden aan het maken voor de uitgang en voor de etent en ja, gaan we wat moois van maken, mooi tekst opmaken. En hier is er al eentje van. Wat is dit? De jacuzzi? Komt er een jacuzzi? Ja, een hot tub komt er. Ja, die komt er. Bij Plessie Weiland? Volgens mij wel, ja. Ja, volgens mij ja, ook. Ja, dat heb ik wel gehoord, zoiets. Ja. Dus wij hebben echt het beste team van de hele Woodstock, echt waar. Wij gaan als een speer. Dus wij zijn eigenlijk alweer aan het afbreken, want ja, wat moet je anders doen? Nou, wacht er nog even mee. Ja, nee, joh, super. Gaat hartstikke mooi. Nou. Je moet mij niet filmen. Ik ben maar hoofd. Kijk, deze man, die doen het werk. Hè. Ja. Even hoofd, tent. Ja, en ik kijk de rocktent pochten dat zij het beste team hadden. Ah, dus zij? Ja, echt niet. Nee, hè? Nee, maar zo. Nee. Kom van de tent maandag al staan. Ja. Dus ja. Dus wat wilde hij? Nee. Meer argumenten ben ik niet nodig. Nee, dat is maar, best team hier, joh. Dus makkelijk af. Maar kijk, ik doe niks, zeg niks. Ik doe de hele ochtend al niks. En het gaat gewoon deur weer, hè? No. Nou, dat is gewoon delegeren, controle. Ja. Nou, ga ze door. Maar hoe gaat het hier? Ja, goed. Netjes hangen, bar staat. Ligt je op schema? Met podium mee. Ja. Nou, top. Vanmiddag om 1 uur aan het weer, denk ik. Nou, dat zou toch geweldig zijn. Ja. Zien, dat horen we overal. Dus, hey, al die tenthoofden. Nee, dat gaat wel goed. Het regent nou buiten, maar anders kom ik met het terrein ook al klaarmaken. Ja. Ja, maar het is droog. Ja. Nu. Ja, volgens mij blijft het nu ook droog. Oh, nou ja, goed. Zien we wel hoe ver we vandaag gaan komen, hè? Nou, het gaat voorspoedig. We hebben eindelijk regen. En ja, zonder regen is het geen opbouwen natuurlijk. Dus we zijn nu de ingang aan het klaarmaken. Zoals je ziet, 5 containers. En de Amerikanen erbovenop. Ja, het moet weer een groot feest worden, hè? Kom eens even. Nee, nee, nee. Ja, 2 tellen. Nee. Ja, maar je werd net Geert Grote Haan genoemd. Is zo? Laat eens even zien. Oh, en dan komt het, hoor. Dan komt het weer. Zo, de knijters. Komt toch niet op tv, hè? Nee, hoor. Je zult wel een blij vrouwje hebben. Een klein vrouwje? Ja. Een blij vrouwje. Ik heb een klein vrouwje. Oké. Wat schaft de pot vandaag? Hollandse pot, gekookte aardappels, gebakken aardappels, bloemkool, boontjes, rooikool, speklapjes, gehaktballen, worstjes. Je moet goed gegeten worden. En soep. Ja. Jeetje. Ja. Dus ja, kijk ook eens naar de keuken, volgens mij wordt die elk jaar professioneler. Ja. Maar jullie pakken echt uit, hè? We pakken echt uit. Dit was Bea Gea. Tijdens de opbouwen van Dickie Woodstock Festival. En we hebben heel veel zin aan. Morgenavond, donderdagavond, gaan we knallen met Golden Earring, John Coffee, Bubbus, Sharon Dawson, Peter Pan Speedrock. Nou, het film op de Allemaal tot morgen. Doei, tot donderdag. Doei, tot donderdag. En daar gaan we.
Tot volgende jaar. Ja, joh.